Met nog 7 wedstrijden te gaan staat Vikas Aalsmeer op de 6e plaats in de reguliere competitie. Dat zou voldoende zijn voor deelname aan de play-offs, maar de rest van de competitie wordt zwaar, want er staan nog stevige partijen op het programma, onder andere tegen de Lions, Hurry Up en Volendam. Tegenstander van vanavond is Hellas uit Den Haag. Dit seizoen terug in de Eredivisie en bezet de onderste plaats op de ranglijst. Maar de laatste 2 duels gewonnen en is dus in de winning mood. Hellas in de aanval, spelend in de witte shirts met Daan de Koning. Hij benut zijn kans niet en een snelle tegenaanval van Vikas Aalsmeer met Robin Boomhouwer. Robin Boomhouwer, topscorer van de wedstrijd. Schitterend lopje, een klassieker van hem mogen we wel zeggen. Hij scoort na 10 minuten gespeeld de 6-4. Balverlies van Jimmy Castien en het is Hellas dat profiteert met Jelmer Lanus. En het is Norbert Lanus die uiteindelijk scoort. Geen idee of het broers zijn, maar samen scoren ze de gelijkmaker. Het is 6-6 en geen van beide ploegen weet vooralsnog een serieuze voorsprong op te bouwen. Mooie stop van Gabi. Maar het is Samir Bengahem die scoort in de rebound. Hij maakt de 7-8 voor Hellas. Hellas op voorsprong. En het is Vikas Aalsmeer dat heel nodig aan het werk moet. En dat doet het gelukkig ook, want Jimmy Castien scoort de 12-8. Vikas Aalsmeer leidt met 4 punten. En Hellas trainer Nico Stet maakt zich kwaad. Dan een fraaie lob van Bengahem. Elon Willems krijgt hier 2 minuten. En de keeper van Vikas Aalsmeer komt hier lelijk ten val. Gabi Bejovanu. Hij overstrekt zijn elleboog. Een blessure waar hij eerder tegen Quintus al last van had. Hij moet het strijdtoneel verlaten. En de ervaren Jeffrey Groeneveld neemt het van hem over. Doelpunt Jimmy Castien. Het werd uiteindelijk 14-11 bij de rust. Maar de wedstrijd is nog niet gespeeld. Bal op de paal. De tweede helft begint wat rommelig. Beide ploegen weten wat weinig te scoren en Vikas Aalsmeer lijkt moeite te hebben de bal naar de cirkel te spelen. 2 minuten straf dan voor Samir Bengahem van Hellas. En Aalsmeer dus in overtal. Maar het is Hellas dat scoort. Daan de Koning. Hij scoort de 16-14 en het verschil is nog maar 2 punten. Jimmy Castien. Remco van Dam en een schitterend doelpunt van Remco van Dam. Hij maakt de 17-14 en Bart Ravensbergen onder de lat bij Hellas heeft het nakijken. Want Remco van Dam komt gewoon met een balletje achterom. Mooie schijnbeweging van Frank Lubbert. Hij brengt de stand op 19-14 en Vikas lijkt weer terug in de wedstrijd. Met Dustin Lichthart en Robin Boomhouwer. En netjes afgemaakt door Robin Boomhouwer. De stand 20-14. Robin Boomhouwer brengt de voorsprong op 6 punten. Frank Lubbert dan opnieuw met een fraaie lob. 21-15. Vikas weet de voorsprong vast te houden. En trainer Nico Stet van Hellas begint zich nu toch echt zorgen te maken. Doelpunt van Rodrigo Huttinga vanaf de cirkel. 22-15. Hellas probeert het nog wel, maar Vikas is niet meer te stuiten. Een breakout richting Dustin Lichthart. Hij maakt het netjes af en brengt de stand op 23-15. Een maximale voorsprong in deze wedstrijd van 8 punten. Een mislukt vliegertje van Robin Boomhouwer. De show is begonnen, maar de wedstrijd is nog lang niet afgelopen. Want in de laatste paar minuten weet Hellas maar liefst 4 keer te scoren. Trainer René Romein is niet tevreden. Hij vindt dat zijn mannen lopen te klooien. En zo eindigt de wedstrijd in een 23-19 overwinning. Vikas wint van Hellas. Een heel andere wedstrijd dan de thuiswedstrijd van een week of 2 geleden. Ja, en ook vorige week 2 punten, meer niet. En ook zeker niet minder. Dat is het belangrijkste vandaag. Voor de rest was het een foutenfestival. Aan beide kanten vond ik heel veel technische fouten gemaakt. We missen heel veel kansen. Maar het is een kwestie van concentratie en scherpte, denk ik. Als we Swift zien, dan gaan we door naar 38. Als we Bevo zien, op wat teamprestatie neerzetten, dan lopen we ook 9 doelpunten verschil weg. En je ziet hier, we gaan voor 2 keer gas en je komt op 7 doelpunten. En dan proberen we het op een mooie manier af te maken. Nou, dat moet je helemaal niet doen. Je moet elke week knokken. En ik denk dat ze al bij Hurry Up zaten. Maar we moeten wel gewoon eerst Hellas. Want Hellas doet de laatste weken hartstikke goed. Ze winnen van Hercules, of van Haro en van Quintus. Dus ik denk, je moet ze zeker niet onderschatten. En ik vond dat het nu een beetje gemakzucht was.
Nou, het is inderdaad wat je zegt, de concentratie was niet heel erg hoog. Veel fouten. En dan zie je dat je bij zo'n ploeg niet makkelijk weg kan lopen. En dat je gewoon 100% ervoor moet gaan om een gaatje te slagen. En bij Vlagen ging het goed. En bij Vlagen ging het gewoon ja, slecht. En dan is het goed dat je op het einde nog een gaatje hebt geslagen. En dan komen we nog dichterbij. En dat is ja, sowieso slecht voor je doelsaldo. En voor je eigen, ja, voor jezelf is het ook niet fijn. Nou, het is de eerste keer in mijn leven dat ik een handbalwedstrijd zie. Maar ja, dat voetbal, dat kijk ik natuurlijk altijd Madrid en Barcelona. En dan kom ik zelf uit Madrid, maar die Messi is veel beter natuurlijk. Maar over de handbal, ja, het waren veel meer doelpunten. Het was fantastisch, helemaal geweldig. Die keeper die was alleen, die had een beetje zeer volgens mij. Dat ging niet helemaal goed. Nou, rust 14-11 en dan toch nog die Vikas Asmeer even gewonnen. Ik vond het geweldig. Ik vond het echt, en wat een ambiance. Ik was er erg ondersteboven van, zeg maar. Ja,